Nieuws, nieuws van vandaag. En we beginnen even met nieuws van de avond. Eindhoven heeft weer water. Dus dat is mooi. Ja, dat heeft toch iets langer, minder lang geduurd dan was voorspeld. Ze hebben weer water. Mooi goed nieuws. Grote politieactie vandaag tegen de motorclubs in Limburg. De hele dag waren er doorzoekingen en aanhoudingen. En dat levert allemaal ook flink wat op. In zijn onderbroek en een Bandidos t-shirt wordt Harry Raamakers, president van de Bandidos, uit zijn huis gehaald. In totaal zijn er 20 mensen opgepakt. 14 van hen zijn lid van de Limburgse tak van de Bandidos. De politie heeft ook auto's, motoren en kilo's munitie in beslag genomen. Justitie denkt dat er sprake is van een criminele organisatie, maar het bewijs daarvoor is nog niet rond. We have those going on in the United States. With the motor gangs? Yes. 20 people were killed 2 weeks ago. From two gang, motorcycle gangs getting together. Yeah. That's true. Maar Peter, kijk, wat hier nu and de vraag... threatening more violence, so. Yeah, but we got it here as well, in Limburg, for all sake. But of all places. Yeah, of all places. That was a little bit less rock'n'roll. Yeah, yours aren't even wearing pants. No, they don't, but it was early in the morning. But wat ik afvraag, Peter, kijk, de officier van justitie heeft duidelijk gezegd, het gaat om individuele gevallen. Maar de vraag ook hier is een beetje vergelijkbaar met de FIFA. In hoeverre je zou kunnen aantonen of er bewijs is of er sprake is van een criminele organisatie. Want het gaat om individuele leden van de motorbende. Ja, nou dat is ook hier weer de eeuwige discussie. En de motorclubs die zeggen zelf van nou ja, het zijn inderdaad individuele leden die dat doen. Maar wij zijn zelf geen criminele organisatie. Maar ja, aan de andere kant zijn er natuurlijk wel in de loop der jaren behoorlijk wat incidenten geweest. Zijn ze natuurlijk ook onderling behoorlijk aan het bakkeleien, is er veel spanning. Dus ja, ik snap wel dat justitie hier zorgen over heeft. Ja. Luc? Ja, zijn onderling. I'm in a band, but we don't have weapons. That's the way I like it. That's the way I like it. Daarover gesproken, er zijn ook raketwerpers gevonden. Hè? 5 in totaal, een drugslab. Maar die raketwerpers, dat was echt het meest bizarre. En toen dacht ik ineens, oh ja, vandaar ook dat persbericht wat de politie stuurde. Want die stuurde doorzoekingen, actiedag, oh my god, nog in volle gang. Dat vond ik dan wel weer opmerkelijk. Goed, veel technieuws vandaag. Snapchat, veruit de succesvolste app van dit moment, overweegt een beursgang. En dat kan heel veel geld opleveren. Want om een beetje te doorgronden wat het nou eigenlijk is, moeten we toch heel even naar de jongere redactie van RTL, RTL Z. Ik reken mijzelf sinds kort niet meer tot de jongeren. Wat is Snapchat? Ja, ik hoor trouwens ook niet meer bij de jongeren, want je moet echt onder de 25 zijn ongeveer om de hele app echt veel te gebruiken en hem ook echt te doorgronden. Maar goed, het is een app. Ja. Het is een app. Nee, dat is mooi. Ik heb al een app, dus ik heb hem niet nodig. Maar het is wel een hele populaire app. Facebook wilde hem bijvoorbeeld al kopen voor $3 miljard. Dat was in 2013. Hebben ze toen niet gedaan. En zij gaan nu dus wellicht naar de beurs toe. We hebben afgelopen jaren echt €800 miljoen opgehaald. Gigantisch veel geld. Don Diablo zit van het Snapchat nu. Ja, dat is goed. Ja, Snapchat is dat. Nou, voor degene die het niet weet, is gewoon een app waarbij je foto's post. Ja. En die foto's kunnen kort blijven of lang. Of een filter eroverheen. Filter. Oké. Okay. Ze zijn erbij. Dan weer weg naar are you 25? Don Diablo Snap. Ja. In Nederland. Nou ja, jij hebt je telefoon in de handen. Er was ook nog telefoonnieuws. Over iPhones ging dat. Want door een bepaalde reeks met berichten te sturen naar iemand, naar een vriend bijvoorbeeld die ook een iPhone heeft, kan je telefoon crashen. Dat is een rare reeks met symbolen die je dan stuurt. En als je dat stuurt, dan crash je berichten-app. En vervolgens gaat ook je telefoon uit. Het is een bug waar Apple nu aan het onderzoeken is hoe ze daarachter, ja, hoe ze dat moeten kunnen oplossen. Het heeft te maken met Unicode en daar kan die berichten-app dus niet tegen. En als je dan weer je berichten-app wil openen, dan crasht die weer meteen. Dat is een lastig probleem. Ze zijn er nu mee bezig. Nou, als jij nou iemand wil clearen, of je hebt vijanden of zo. Dit is die code. Nee. Kijk even goed naar. Hier, dit is hem. ik tweet hem straks eventjes door en dan heb je hem vanzelf. Ja. Goed, bizarre trend op Twitter, nu we toch bij het internet zitten. De Charlie Charlie Challenge. Charlie Charlie, are you here? Oh, dit is die Charlie Charlie Challenge. Je roept dan een Mexicaanse geest op, die heet Charlie. En als je dan vervolgens twee potloden op elkaar legt en je zegt dat Charlie Charlie, ben je hier? Dan gaan die potloden bewegen en dan mag je Charlie vervolgens een vraag stellen. Dat is een enorme hit. Dat vragen stellen, dat komt er niet vaak van, want mensen schrikken zich echt helemaal de blubber. Charlie, are you here? Ja, je kunt het thuis dus ook proberen. En de bedoeling is dan wel dat je uiteindelijk ook weer afscheid neemt van Charlie door dikke doei te zeggen of zo. Dat weet ik niet helemaal. Want anders zou die je gaan achtervolgen. Ik heb even opgezocht hoe dit kan. Het heeft te maken met zwaartekracht, wrijving en een balancerend potlood. En dan nou ja, dit gaan die dingen bewegen. Dus het is maar een trucage, maar het is een enorme hit. Meer goddeloos gedoe heb ik ook voor je. Want Filemon Wesseling gaat morgen meedoen aan een kunsttentoonstelling. De Biennale in Enschede. Het is een tentoonstelling waar 100 kunstenaars op afkomen. En zij gaan een beetje de veranderende maatschappij in beeld brengen. En hij, Filemon, heeft zelf ook iets gemaakt. Wil je het zien? Want ik heb het hier. Ja. Hij heeft het naar mij gebracht. Dit is het.
een Crucify Jesus by Yourself pakket. Dat is dus morgen te zien daar in Enschede. En het is dus een pakketje voor kinderen waarbij je dus Jezus aan het kruis kunt nagelen als je dat leuk vindt. Crucify Jesus by Yourself morgen te zien dus in Enschede in de Twente Banialen. Finals van vandaag. Ik begin even met James Faulkner. Dat is een rugbyspeler uit Australië. En dat is een goede rugbyspeler. Hij heeft gescoord. En ze willen hier een high five gaan geven. En dat gaat niet helemaal lekker. Een high five miss hier. Look at this. It's a miss from Lilo en then in the mouth. Oh. Oh. En het wordt hem ingepeperd, hè? Oh, fail. It's an epic piece of uncoolness. Ja, en de reden waarom hij al die tanden mist ook natuurlijk. Gisteren was Michiel Huisman hier te gast en die speelt onder andere in Game of Thrones. Ontzettend populaire serie, haalt ook echt het beste qua creativiteit in mensen naar boven. Bijvoorbeeld dit leuke muzikale stukje. I want to love you, feel you, and wrap myself around you. I want to squeeze you, please. I just can't get enough. And if you move. Real smart. Let it go! I'm so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control. And I think I like it. Ja, leuk gemaakt. En nog meer muzikale dingen met een kat. En dat komt goed uit, want het is de laatste woensdag van de maand. Dat betekent al het traditioneel kattenfilmpje. Dit is de muzikaalste kat van Spanje. Se está contente, diga miau. Se está contente, diga miau. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, diga miau. Ja, is Portugees, hè? Is dit Portugees? Is Portugees. Nee, maar, ja. Jij spreekt dat natuurlijk. Jij spreekt ook Spaans. En ik heb dit ook getest met mijn eigen kat. En ik dacht, nou, dat is leuk natuurlijk. Dus ik ben meteen even naar beneden toe gerend om te kijken of mijn kat ook muzikaal is. You only see me as a friend, but I wish you were waiting. With roses in sunset, yeah. Beest. Tot slot, Umberto. Klein vraagje. Ben jij een single lady? Een single lady? Ben jij een single lady? Nee. Ben jij geen single lady? Nee. Nou, uiteindelijk is iedereen een single lady. Lasai, you're not a single lady, buddy. Yes. Oh, yeah, you are. Yeah, you are. You're a single lady. Oh! Dat kan niet, hè? Lucky King!